net, hoe adviseer je mensen als het gaat om hun maskergelaat? Nou, ik zou allereerst willen vragen aan alle zorgverleners of ze het ook bespreekbaar willen maken op het moment dat ze het zien. En andersom ook aan alle mensen met Parkinson willen vragen om het ook in ons, hè, als jullie bijvoorbeeld bij de Parkinson-verpleegkundige komen, om dat bespreekbaar te maken. Een mooi voorbeeld wat ik ervan heb is vaak vanuit de kinderen. Ik heb altijd bij ouderen gewerkt en ze zeiden dan, opa of oma, die lacht niet meer. Is opa of oma nou boos? En dan zei ik altijd, de lachspieren die doen het niet meer, maar de ogen vaak wel. Dus leren naar anders kijken. En kinderen kunnen daar zo mooi op reageren. Dus dat wil ik graag meegeven. Maak het vooral bespreekbaar. En als je nou Parkinson hebt en je loopt er zo ontzettend tegenaan, is het goed om het bespreekbaar te maken met iemand die je vertrouwt of met een zorgverlener. En dan samen te kijken, wat is er nodig? Wat is passend om daaraan te doen? Mayra, in andere culturen is gezichtsuitdrukking misschien heeft ook een andere rol of komt op een andere manier over. Kun je daar iets over zeggen? Ja, expressie blijft heel belangrijk, ook in andere culturen natuurlijk. Daarmee kun je communiceren. Vooral bij mensen die niet meer goed kunnen communiceren of praten, kunnen ze vaak toch een gezichtsexpressie gebruiken. En dat is vaak bij Parkinson helaas minder het geval. Mensen die uit andere culturen komen, die schamen zich ook vaak voor de ziekte. En ze proberen dus minder de deur uit te gaan, minder sociaal actief te zijn. Omdat ze zich dan ervoor schamen, omdat er wordt gedacht dat het een straf is van God. En natuurlijk blijft het zeer belangrijk. Ik heb een patiënt die ook hetzelfde probleem heeft, hè, maskergelaat, maar ze kan niet meer praten. En het is voor de familie zo moeilijk om haar emotie te kunnen begrijpen. Ze kunnen met haar niet zo goed communiceren, want mevrouw is analfabeet, ze heeft daarnaast ook cognitieve problemen. Ze kan geen alternatieve hulpmiddel gebruiken om te communiceren, dus het maakt het zeer lastig. Ja. En heb je dan adviezen? Adviezen, ja, het is heel lastig. En wat ik doe is inderdaad de familieleden goed informeren van waarom dat maskergelaat inderdaad ontstaat. En dat iemand met maskergelaat emoties heeft. En dat ze inderdaad, net als wat jij zei, van dat er colors zijn achter de masker. En om dat te begrijpen. Ja. Dank jullie wel. Marlies?